gaan passeren. En omdat nog niet iedereen zit, zingen we er nog één. En dat is: Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. En mocht je zeggen van ja, maar dat sta ik niet en ik wil dat wel. Dan kun je altijd opgeven, zeg maar, in Almere inderdaad. Om heerlijk mee te bouwen, mee te werken. Ik zoek nog 60 kinderwerkers deze zomer of 80 tienerwerkers. Wees welkom, maar zing het in ieder geval mee. Wat een voorrecht om in liefde te gaan. Here.
Welkom terug. Fantastisch dat jullie weer de moed hadden om terug te komen. Deze staat in het tweede deel in het thema, dat zei ik al, van geloof, hoop en liefde. Een overbekende trouwe gedeelte enzovoort. Daar gaan we eens over nadenken en ik hoop dat het heel concreet, heel tastbaar en ook tegelijkertijd heel opbouwend en bemoedigend voor jou wordt. Daarvoor gaan we uiteraard eerst bidden. Ik wil met jullie bidden. Als het stil is. En dan vragen we of de Heere God ons dingen wil leren. En tegelijkertijd, we gaan ook heerlijk zingen. En er zijn zoveel liederen opgegeven dat als we ze allemaal gaan zingen, dan zijn we tot volgende week dinsdag wel bezig. Dus dat lukt. Dat is een hele lijst. Dus dat lukt niet. Dus ik moet me beperken, dus excuses al bij voorbaat namens het hele team als jouw lied niet opgegeven wordt. Laten we met elkaar bidden om kracht, wijsheid, maar vooral Gods aanwezigheid. Heere God, aan het begin van dit tweede deel willen we tot u komen om u te bedanken voor wat u geeft. Bedanken voor elkaar, waar we zo door bemoedigd mogen zijn, dat we niet alleen in dit leven hoeven staan, maar dat we elkaars hand mogen vasthouden. Dat is wat nodig is in deze tijd, in deze wereld, vol angst, vol strijd, vol spanningen, vol pijn, vol verdriet, vol eenzaamheid. En we willen u daarvoor bedanken dat u ons aan elkaar verbindt en elkaar geeft. En tegelijkertijd willen we u nog meer bedanken. Dat al zijn we alleen in deze wereld en al voelen we ons eenzaam, al zijn we eenzaam. Dat we zo zeker mogen weten dat we altijd bij u terecht mogen komen. Verbonden mogen zijn met u. Heere God, grote God, daarom loven wij u. En daarom bouwen wij op u. U, mijn schild en mijn verlosser. Nooit hoeven we daarom eenzaam de strijd aan te gaan. Dank u wel. Dank u wel voor al deze prachtige lieve mensen. Dank u wel voor uw woord. Voor het lied wat we mogen zingen. En waarin we ook elkaar mogen opbouwen en vermanen. Dank u wel voor zoveel zegeningen. Aan ons betoond. Amen. Voordat we een lied gaan zingen, en dat lied is Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser, wil ik jullie eerst de collecte bekendmaken. Die is ruimschoots, het is echt een mooie jubileumcollecte. En ik hoop dat die nog even een beetje aangevuld kan worden. Als er iemand is die zegt, oh, maar ik wil dat aanvullen, even na afloop naar een van de mensen met een badge hier vooraan, een van de eindverantwoordelijken komen. Dat zou ik echt helemaal leuk vinden. Want de collecte heeft het mooie, machtig mooie bedrag opgebracht van 1936 euro en 31 cent. Dat is echt geweldig. En het zou 36, dus er is zeg maar nog 63 euro en 69 cent nodig. Als iemand dat voor zijn rekening wil nemen of twee, je zit naast elkaar en je zegt van joh, we hebben elkaar lekker onze handen vastgehad. Maar zullen we daar eens even een mooie prijs voor betalen? Dan kan dat. Kun je aan de afloop melden, maar we gaan eerst heerlijk zingen. En dat doen we met Ik bouw op u. Mijn schild en mijn verlosser.
van de kernwoorden van het christelijk geloof, ik zeg het eigenlijk daarmee al, is geloof. Geloof, één van de kernwoorden. En het draait er eigenlijk om geloof ook. Dat is zo essentieel. Het is het middel om gered te worden. Geloof in God. Het is een soort instrument. Het is niet dat wat het veroorzaakt, want het is geloof in wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dus geloof is niet meer ook als een instrument. Het is wel heel belangrijk. En geloof is tegelijkertijd iets wat absoluut zeker is. Als wij in Nederland geloof hebben, dan zeggen we: ik geloof het wel. Nou, dan geloof je dus eigenlijk gewoon niet. Of geloof ik? Ik twijfel. Maar geloof in de Bijbel is gewoon absolute zekerheid. Geloven. Ik weet het. Geloven, een zekerheid. Er gebeurt iets door dat geloof. Romeinen 5 spreekt daarover. En ik ga dat met jullie een stukje lezen. Een heel klein stukje. Want we gaan uit 1 Korinthe 13, hè. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. Ja, dat komt zo meteen. Dus we beginnen bij geloof. En dan lezen we in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem, niet door het geloof, door Hem hebben wij ook de toegang verkregen. Door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dwars door alle verdrukkingen heen, roem ik, geloof ik, houd ik vast, weet ik zeker dat, wat, dubbele punt, door Hem iets gebeurt. De Heer Jezus. De geopenbaarde liefde van God. Want in de Heer Jezus is dat geopenbaard. En daarom houden we ons aan Hem vast. Weet je nog aan het begin? We houden ons vast aan Hem. Komt zo meteen nog een keer terug. En dat is zo essentieel. En ik wil eigenlijk vragen, en dat is een hele eenvoudige, maar ook lastige vraag. Maar misschien durf je dat, voordat we een lied gaan zingen. En dat is het lied Psalm 56. En dat is... Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het uit zijn mond gehoord en daarom geloof ik het vast. Daarom, ik sta er niet op, ik hou me eraan vast, want het is de waarheid. En wat ik zo bemoedigend zou vinden, als een van jullie het lef zou hebben om gewoon op je plaats, maar even een microfoon in je hand te nemen, de lichten mogen gewoon uit, want er is lef voor nodig. Dus lichten mogen terug. Maar als je zegt ja... Ik heb zo'n geloof dat de Heer Jezus alles voor mij is geworden. Of de Heer Jezus voor mij zoveel is gaan betekenen dat ik me aan Hem vast ben gaan houden. Dat ben ik en daar wil ik wel iets van vertellen. Met welke avond, jij daar avond, maakt niet uit. Maar als daar dat bij een jij daar avond was, dat het tot een doorbraak. Of dat opeens de schellen van je ogen vielen, wat dan ook. Dat je zegt, dat wil ik even toelichten. Op wat voor avond dat was. Of dat je zegt van, wauw, tijdens dat zingen van dat lied op die zinkering gebeurde dat met mij. Geloof. Wie mag ik het woord geven? Gewoon even in 10 zinnen vertellen wat gebeurde er met jou. Dus de lichten zijn uit. Wie durft dat? Kijk of het allemaal voor niks geweest. Ah, nou, hier een heleboel handen. Waar we de lichten uit zijn, dan gaat het goed. Thanks. Allereerst, ik zal dan zeggen dat ik het niet op jij daar zo gevoeld, maar het was meer met geloofstoerusting. Daar werd gezegd eigenlijk dat ik op het kruis moest zien en ik liep de hele tijd te twijfelen. De hele tijd naar mezelf te kijken van, heb ik die vurige verlangen wel? Heb ik die geloofsovertuiging wel? Maar hij heeft gewoon naar mij toe gezegd, heeft hij zo duidelijk naar voren laten komen, zie op het kruis en niet op jezelf. Dankjewel. Zie je op de Heer Jezus en op de kruis. Jij wou ook nog wat zeggen. Ja. Ik ben afgelopen september op jijderavond tot geloof gekomen. Ik was er al wat langer mee bezig. Maar eigenlijk wist ik gewoon niet heel goed wat ik nou met Jezus aan moest. God als Vader kon ik begrijpen. Maar ik vond Jezus best lastig. En het thema van die avond was toen Jezus Christus onze Heer. En dat was heel bijzonder. En die avond werd voor mij duidelijk dat ik naar Jezus moest gaan. Dat ik me aan Jezus moest vasthouden. En toen gingen we op een gegeven moment het lied zingen. Volle verzekering, Jezus is mijn. En toen heeft God mij heel sterk duidelijk gemaakt dat het ook voor mij gold.
Wauw, geweldig. Daar houden we ons aan vast. Niet alleen aan het lied, niet alleen aan die avond, niet alleen aan dat filmpje van geloofstoerusting. Maar we houden ons vast aan de Heer Jezus. En we gaan ervan zingen. Psalm 56, vers 5 en 6. Geloof, hoop en liefde. En het meeste van die is de liefde. We hebben geloof gehad. En zo mooi als net gezegd. Vaak dat dingetje aan dat kettingje is dat kruisje dan. Hè? Dat is geloof. Vergeet nooit. Ik vind het altijd heel goed als mensen zeggen van. Zie naar het kruis, zeg maar. Maar vergeet nooit dat het eigenlijk is, zie op Jezus. Hè? Dus dat is belangrijk. Dat denk je er altijd bij, maar ik zeg het nog even, benadruk het even. Dat is heel belangrijk. Maar hoop, daar kun je een hoop van zeggen, maar wat is dat hopen nou? Nou, en dan heb je
Vaak heb je dan, in zo'n kettingje heb je zo'n anker, hè? En hoop... Oh nee, ik moest deze gebruiken. Ja, dat is lastig. Dit doet het ook. Ik hoor het. Als hij het niet meer doet, pak ik die ander. Dan kan ik dat anker vasthouden. Aan zo'n kettingje hangt dan een anker. En dat is leuk voor de kinderen, zeg maar, om te zien. Als je hoop moet je scheppen, zeg maar. Hoop scheppen. Daarom zitten er ook twee scheppen aan een anker. Zie je dat? Mooi, hè? Dus er zit een schep aan. Dat wisten de volwassenen meesten ook niet, hoor. Dus zeg ik tegen jou, maar daar bedoelde ik eigenlijk iedereen mee. Hier spreekt de Bijbel over. Dit is niet iets wat ik... die heb ik gekregen. Die hebben iemand in de Rotterdamse haven. Fantastisch mooi. En ik heb hem gevraagd. Een man op zee, gewend op zee. Van, joh, wat is dat anker? En waar is dat voor? En kan je ook zonder anker varen? Hij zegt, ja, dat kan je doen. Maar als de kustwacht je betrapt, zeg maar, zonder anker, dan ga je niet voor anker, maar dan ga je aan de ketting. Dan ga je niet verder en dan krijg je een dikke bekeuring. Het is levensgevaarlijk om de zee op te gaan zonder anker. Voor jou en voor alle anderen. Een schip heen en weer geslingerd op de golven, wat niet verankerd kan worden, dat is een keer opgeven. En dan zegt de Bijbel, geloof, hoop en liefde. En eigenlijk, als ik erover nadacht, dacht ik, wat heb ik eigenlijk met hoop? Wat is dat hopen dan? Best lastig, hè? Best niet concreet. Het mooie is, Hebreeën, die zegt iets. En ik lees dat even voor. Hebreeën hoofdstuk 6. En er staat... En ik lees dat voor de Beamer, is goed om te weten. Laten we alleen vers 19 en 20 even lezen. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. De hoop van de volken, gaan we zo zingen. Jezus, hoop van de volken. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. Verzoening deed voor al onze zonden. Hoge priester. Jezus, hij is daar binnengegaan. Hij is onze hoop. Let op, nu moet je het beeld met me meemaken. Als er een storm uitbreekt op zee en je hebt geen anker, ja, daar ben je echt, daar had je niet op zee moeten gaan. Had je niet moeten doen, man. Ik weet niet op je levenszee of jij rondvaart zonder hoop, zonder anker. Had je niet moeten doen. En ik zou zeggen, bestel vandaag nog een anker. Vestig je hoop ergens op. Dus stel je voor, het stormt enorm en je zit op een schip. En dan kan je denken van, yes, ik heb een anker. Hey, we zijn gered. En er is nog steeds niks aan de hand. Je hebt dat anker, heb je gewoon vast. Wat is de bedoeling voor dat anker? Wat denk jij? Wat moet je met dat anker doen als het stormt op zee? Die heeft volkomen blackout. Oké. Okay. Tante Gerrie, wat denkt u wat je moet doen? Vastklemmen. Yes, ik heb een anker. Vastklemmen. Ik wil het heel concreet horen, Hugo. Je moet je uitgooien. Ja, dus op het moment dat je dat anker hebt, zeg maar, en het stormt, zeg maar, dan is er niets wat je dan moet keihard gewoon weggooien. En dan zeggen, yes, we hebben een anker. Wat gebeurt er dan? Er zit een ketting aan. En het geloof is dus niet zozeer dat kruis. Dat is die ketting waar die anker aan zit. Dat is geloof. Je gelooft het gewoon. En je gooit je anker uit. Waar gooi je hem in uit? Psalm 42 zegt het. Hoop. Ja, dat is een beetje fout. Ja, dat is de Nederlandse vertaling. Het is hoop. Engels zegt het goed. Wat zou het er in Engels staan? Hope. In God. Yes. In. Dus, wat gebeurt er? De Heere God in de hemel. De Heer Jezus, hier zie je het, hè? Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel in het heiligdom daar. Dus we gooien hem uit en we zeggen, Heere God, onze hoop is in u. U bent de hoop van de volken, maar ook mijn hoop. En wat doet hij dan? Die schept hoop en met die scheppen gaat hij zich vasthechten in God. In Jezus. Dan zeg je, ik gooi mijn anker erin uit. Daar alleen vind ik mijn zekerheid. Dus kom erbij staan en zing het met me mee.
dat het ook voor jou geldt, maar voor iedereen ook. De Heer Jezus is de hoop voor de volken. En werp je anker uit in hem. Kom maar bij staan. Verwoord zo, die dichter heeft dat zo mooi verwoord, dat die hoop daarin is. Dat is vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Stel je nou eens voor, en dat hoop ik nou eigenlijk. Geen schipper hoopt dat natuurlijk, hè. Dat hij dat anker uitgooit in stormgetij. En dat is mooi als hij in zand komt en hij schept in zand zich vast. Dat is mooi. Maar wat een drama als hij dat grote anker op zee uitgooit en het is achter een enorme kei. Is nooit meer los te krijgen. Nou, dat hoop ik nou voor jou. Achter een enorme rots dat jouw anker blijft hangen. Jezus, hij is de rots. Vaste rots van mijn behoud. Oh,
voordat we naar het volgende lied gaan. En dat is Liefde was het onuitputtelijk. Dat gaat natuurlijk over die liefde. Geloof, hoop en liefde. En de allermeeste van die is de liefde. Dat is natuurlijk vrij logisch. Want liefde, als je je anker uitgooit, zit de ketting eraan vast. De ketting van het geloof, de anker van de hoop. En het gaat funderen, het gaat vasthechten in de bron. In de liefde. In God. En het mooie is dat bij jij daar eigenlijk ten diepste, dat hebben ze heel mooi verwoord, dat ze een liefelijke geur, een liefelijke reuk van Christus willen verspreiden. Dat is een diep verlang. En die liefde, die is ook wel eens even wat aards geworden. Wie heeft elkaar leren, durf even je hand op te steken, leren kennen bij jij daar en daar is een vonkje van liefde over geslagen. Waar is dat gebeurd? 1, 2, even kijken hoor, even omhoog houden. Ik kan het niet zien. Ah ja, Janneke. Janneke is eindverantwoordelijk hier samen met de man Ton. Evert, sorry, Evert, kom maar naast zitten man. Nee, Ton, ook hier zo, Ton. Janneke, dat wilde ik zeggen, Janneke en Ton, die zijn broers van, of broer en zus, broers van elkaar. Goeiedag, mijn spanningsboog is voorbij. Ik was vanmorgen al om 8 uur in Schiedam, man. Goeiedag. Maar goed, jullie. En jullie zijn een stelletje? 2 stelletjes. Daar nog? 10, 20, 30? Maar vertel eens ons even, hoe is die vonk overgeslagen? Wie kan dat delen? Broer of zus? Niet naar broer of zus, maar ik bedoel naar man of vrouw nu. Dat is niet Evert. Sorry, jullie waren niet getrouwd, dat klopt. Evert, vertel die vonk eens even. Even wat liefde is. Moeten we even gewoon aardse beestje doen. Wil je het hele verhaal horen? Nou, we hadden denk ik 5 jaar geleden, hadden we gewoon een bijeenkomst met vrijwilligers. En toen zag ik in één keer Janneke staan. En toen ben ik voor haar gaan bidden en nu is ze mijn vrouw. En ondertussen hou ik ontzettend veel van haar. Even zonder dolle. Waarvoor ben je gaan bidden? Of dat ze, één, voor Janneke zelf, dat ze gezegend leven mag hebben. Want ik geloof dat dat heel krachtig is. En 2... Met jou. 2, is er een verlangen in mijn hart gekomen dat Janneke mijn vrouw is. En dat heb ik ook bij God gebracht. En dat heb God waargemaakt. Oké, dus jij dacht van, als ze dan echt gezegend moet worden, moet ze wel met mij verder door het leven gaan. Dat concludeer ik hieruit, toch? Daar heeft hij wel 9 maanden voor moeten bidden, hoor. Oh, 9 maanden? Hé, wat een bevalling, hè? Ah. We kunnen natuurlijk eerst een opwekkingsliedje gaan zingen, maar ik wil... Wie was hier nog meer? Want er staken hier nog 20 mensen. Ja, willen jullie even mee naar het podium komen? Want die liefde is heeft zich vermenigvuldigd, zie je. Komt u. Liefde was het. Ja, zo hier vooraan, dus hoog genoeg, hè? Ja. Daar heb je ze weer. Kijk. Het is heel bijzonder. 20 jaar geleden, ik vertel even, want ik heb ze 20 seconden voordat jij daar begon, even ontmoet, werd je boem in de handen, van hand in hand, welkom en moet je dit voor bijzondere verhaal horen. Dus misschien zeg ik het niet goed, dan wordt het zo gecorrigeerd. Maar 20 jaar geleden waren jullie hier. En hoe heette die avond toen? Nou, het was 17 jaar geleden. 17? Oktober 1999. En toen? Ja, toen was de zaal zat een man of 50. En toen was ook al druk voor die tijd. En daar kwam Marion binnen. En daar sloeg een eerste vonk over. Marion, is dat eenzijdig? Of was dat, dacht jij... Joehoe! Nee, het was wederzijdig. Allebei, ja. Dus jullie zagen elkaar en opeens op slag liefde? Nou, zo snel ging dat ook niet. Maar de maand erop was het... waren we er weer allebei. En toen is de vonk echt helemaal overgeslagen. Oké, en wat gebeurde er dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik snap liefde niet. Jongens, misschien kunnen jullie mij helpen. Jullie staan hier. Kom eens even hier. Kijk eens even daar. Hè. Dat zijn je vader en moeder. Ik kan een van jullie vertellen, hoe kan je zien dat ze elkaar lief hebben? Hoe weten jullie dat? Jullie kennen er een beetje. Geen idee. Wat denk jij?
Zal ik je even uitleg geven? Kom, kom. Gaan we iets verder? Kom, iets verder staan. Kan je zien. Wat zien jullie gebeuren? Kijk eens wat er gebeurt. Wat gebeurt? Wat doet je moeder? Zomaar helpt mijn vader. Ja, bijna, hè? Bijna. Ja, oké. Okay. Ze omhelst mijn vader. Even concreet maken. Liefde zoekt de nabijheid van een ander. Wil aanwezig zijn. Slaat een arm omheen. Komt dichterbij. Omhelst elkaar. Het is geweldig. Liefde is zoiets briljant. Maar dit is maar een uiterlijk teken dat mensen van elkaar gaan houden, de vonk kan overslaan, zelfs op een jijderavond. Ja, dat kom ook, dat wist ik. Daar heb ik één keer gesproken en dan zag ik hordes mensen zeg maar aan elkaar verbonden worden. Maar jij daar had ik niet verwacht. Dus zelfs bij jij, maar wat gebeurt er eigenlijk? Even kijken. Eigenlijk gebeurt er hetzelfde als mensen de Heer Jezus leren kennen. Kan even jullie daar iets over vertellen, wat jij daar avond daarover gedaan heeft? Het hele bijzondere was dat alle gesprekken die we daar met elkaar hadden, voor de toiletten, er was één toilet, en daar stond heel de groep in de rij, en die gesprekken gingen altijd over het geloof. En het maakte niet uit welke achtergrond je had, dat was hetgeen ons bond, en dat is ook hetgeen waarin wij elkaar gevonden hebben. En waar we ook duidelijk Gods leiding in ons leven in hebben ervaren. Ja, het is toch fantastisch. Dat twee mensen elkaar leren kennen op een jijderavond. Elkaar in de ogen kijken, de vonk slaat over. Maar sterker nog, slaat niet alleen een vonk over. Eigenlijk het liefdesvuur van God verovert hun hart. En gaat hen in branden. Ik vind dat zo eenvoudig. Tegelijkertijd zo krachtig. En dat geeft als het ware die verbinding met God, die arm eromheen, die innige omhelzing met de bron die liefde is, God. En ik wil jullie bedanken voor dat hele simpel eigenlijk, maar zo mooie getuigenis. En jullie zijn gekomen nadat 19 jaar geleden, of 17, ik weet het al niet meer, papa en mama elkaar hebben leren kennen. En dan zie je dat op een plek zeg maar, waar Gods liefde is, waar de bron van liefde God zelf wil zijn, dat op een heleboel punten zo prachtig samen kan vallen. Ik vind dat een bewijs van Gods liefde. En weet je wat je daarmee kan doen? Ik vertel het jullie, dan hoort de rest het gelijk. Dan zeg je, oké, niet bij papa en mama zie ik de bron van liefde, ook wel een beetje. Maar papa en mama leven van de bron van liefde. Net zoals Adam en Eva leefden met God. En elke keer was dat weer verbroken. Maar wat moet je eigenlijk doen? Dan zeg je, Heere God, ik wil zo verbonden zijn met uw liefde, dat uw liefde... Kijk, als ik jou een hand geef, dan voel je mijn warmte en een beetje kracht. Sommigen noemen dat energie en anderen gaan er nog vagere taal bij gebruiken. En die voelt dat door je heen gaan. En zo zeg je, oké, maar zo hecht ik mijn anker in God vast. En ik wilde jullie vragen om dat heel eerbiedig mee te zingen. Liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde, zo wonderbaar groot. Toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis, was een teken van Gods liefde. Laten we dat prachtige opwekkingslied zingen. Mogen jullie gaan zitten. Heel hartelijk bedankt. Liefde was het. Oh.
blijven drie dingen over. De geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. En die liefde die zie je in mensen, stellen van mensen die aan elkaar gekoppeld worden. Die liefde zag je het allermeest en op het allergrootst ooit. Toen de Heer Jezus gekomen is naar de aarde. Het lijden, de zonde, de vloek op zich heeft genomen. En aan het einde het uitriep, het is volbracht. Maar daarvoor nog bad voor de mensen die hem allerlei dingen aandeden en zeiden. Zei hij, Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Hij bad voor vergeving voor onze zonde. Heb je dat wel eens bij stilgestaan? Als kind zong je het misschien. Maak om Jezus wil mijn rij. Nou, de Heer Jezus wil het. Vader, vergeef het jou. Vergeef het hem. Vergeef het haar. Als mensen weten we niet wat we doen. Zie je, de liefde, dat is zo ontzettend groot. En die liefde is daarnaast, naast dat huwelijk, we hebben het net heel mooi gezien, en kinderen krijgen. En zie je dat op een hele mooie manier terug in nog andere dingen. Af en toe een vonkje van liefde. Van iemand die er staat, die daar jou een hand geeft. Jij zegt, je bent geweldig, fijn dat je er bent. Wat ben jij een briljante kerel of dame. Want dat denkt ze eigenlijk. Ik wens je God zegen toe. Wat een liefde is dat, hè. Daar spreek ik over tante Gerry. En die wil ik zo naar voren vragen. Want zij heeft jarenlang, het was de laatste keer, dat ze als vrijwilliger bij de deur stond en jou dus een hand gaf. Indrukwekkend. Ik denk dat je die hand van die buurvrouw of buurvrouw met een buurman of buurvrouw met het zingen van Samen in de Naam van Jezus, dat je dat nog wel kan vergeten, maar dit niet. En tante Gerry, ik wil u namens iedereen, en het zal zo meteen nog een keer gezegd worden, zo ongelooflijk bedanken dat u een kanaaltje van liefde wilde zijn. Want dat bent u. U bent niet liefde. Maar die liefde komt door u heen, omdat de liefde van God, omdat u daaraan verbonden bent. Dank u wel dat u dat door wilde geven aan al deze jongeren. En nog iemand anders. Iemand die een bakje troost elke keer, 20 jaar lang misschien wel, ingeschonken heeft voor mensen. En ik weet niet hoe vaak voor jou, als je hier al vaker komt. Ik denk aan de rechterhand van Koos. De lieve moeder van Marieke, Anja. Wat een kanjer is dat, die Anja. Ze verdient een anjer, wou ik zeggen. Maar dat is zo geweldig. Gewoon een bakje troost. En altijd achter die coulissen. En ze moet komen. Janneke is er aan het opspeuren, denk ik. Oh, dat gaat ze wel doen. Ja. Haal je moeder even, Marieke. En nog iets anders. En dat is een ander kwetsbaar iemand. Die altijd op een prachtige manier zichzelf geeft, maar ook gewoon eerlijk, eigenlijk nog gewoon bouwvakker wil zijn, wil bouwen met mensen. En we hebben hem vandaag al gezien, dat is Koos, die in alle afhankelijkheid wel elke keer de dingen met de Heere God wil doen. En deze drie mensen wil ik samen met de eindverantwoordelijke Janneke naar voren vragen. En dus tante Gerry, Koos, Anja en Janneke. En dan is het woord aan Janneke. Vrede van God. Heel hartelijk bedankt. Ik vind het ontzettend jammer dat we dat stoppen. En ik denk dat het door al die jaren heen voor heel veel mensen, nou, dat ze op het moment dat ze binnenstapten, ook al waren ze alleen, dat het ijs al gebroken was toen ze zo'n lieve vrouw voor zich zagen staan die hun een hand gaf en hun welkom heette. Ik wil u heel hartelijk bedanken. En we hopen dat u ook nog heel vaak, ook op de nieuwe locatie, ons zult komen bezoeken en mee zult zingen. Maar helaas niet meer bij de deur zal staan. Maar heel hartelijk bedankt. Anja, ja, je wilde het niet op het podium, maar je hebt het gelukkig toch gedaan. Ook jij bent 20 jaar geleden al heel betrokken geraakt bij de avonden, automatisch door je man. En aan het begin van de avond moest ik even denken, Koos die zei van, ja, soms dan zit ik met mijn tenen krom, maar ik denk dat je zelf
heel vaak met je tenen krom hebt gezeten op avonden als Koos op het podium stond. Maar jij gaat helaas ook stoppen in de keuken. We willen je heel hartelijk bedanken voor al die jaren dat jij op jouw manier je in hebt gezet, hebt willen dienen. En vandaar dit bloemetje voor jou. Heel hartelijk bedankt. Ja. En Koos. Janneke was je vergeten. Hoe kan dat nou? Maar ik heb aan je gedacht, hoor. Ik heb aan je gedacht. Zo leuk. Koos, bedankt. Koos, maar dit is misschien, je zou het minachten, maar dat is oprecht uit liefde gegeven, want Koosie bedankt, Koosie bedankt, Koosie, Koosie, Koosie bedankt, Koosie, bedankt. Nee, dit wil ik eigenlijk niet. Ik wil met elkaar gaan zingen. Blijf staan. Nee, alstublieft. We gaan deze drie mensen toezingen. Vrede van God, de vrede van God. Als je gewend bent om jij en jou te zeggen, mag je jij en jou zeggen. Als je gewend bent om u te zeggen, zing je u. Kom erbij staan. Jullie mogen lekker gaan zitten. En ik wil afsluiten om met jullie, ook voor deze mensen, lieve mensen, te bidden. Want wat gebeurt er veel in hun leven? Ik kan je de details besparen, maar wat gebeurt er veel in uw leven? Ik wil voor u bidden, nu u weer midden in de kuren zit. En ik bid dat boven alles, wat er ook met de dokters allemaal ook gebeurt, en wat er allemaal met het spul in uw lijf gebeurt, dat die verbondenheid met God zo, dat u dat zo heerlijk mag ervaren. Daar wil ik voor bidden. En dat wil ik ook voor jullie bidden. Jullie midden in de storm van jullie leven, Koos en Anja. Soms denk ik, de ene storm is niet geweest en er begint weer een nieuwe storm op zee. En ik weet niet of je er net was, maar we hebben het over dit anker gehad. En wat zo geweldig is om ons anker, onze hoop, waar de ketting van het geloof gewoon zo stevig aan vastzit dat hij gewoon af en toe trilt. Dan voel je de spanning erop, hè, door trillen zo. En dat
jullie hoop in de situatie thuis, maar ook ja, in het gezin, zeg maar, bedoel ik daarmee gewoon, maar ook in je persoonlijke leven. Dat je zegt, Heere God, mijn hoop gooi ik in u, mijn anker, mijn hoop gooi ik uit in u. In God, die liefde is. Daar hou ik me aan vast, want anders dan kom ik om. En dan schep ik gewoon, want dat er gebeurt als dat op de grond ligt, dan schep je hoop. En dan zit het gewoon muurvast. Als dat gewoon in de grond zit, in de grond van Gods liefde. En dat is wat het meeste is. Dat is wat er eeuwig overblijft, Gods liefde. En daar verankerd in zijn, dat wens ik jullie toe. Daar geborgen in zijn in de storm. Hoe de boot dan ook heen en weer nog een beetje gaat. Die storm, dan staat onze levensboot vast als ons anker in God is. En daarvoor wil ik ook voor jullie bidden. En ook voor jullie geweldige, schoon, zeg, moet ik goed zeggen, schoondochter. Dat is het toch? Daar wil ik met klem voor bidden. Die is ernstig ziek, dus laten we samen ook daarvoor bidden. En daarmee iedereen die bij jullie verbonden zijn, waar jullie pijn en verdriet aan hebben, waar jullie de levensstrijd mee voeren, midden in de storm. En dat we zeggen, Heere God, u bent, in u gooi ik mijn anker uit. Hope in God, want ik zal hem nog loven. En we gaan danken en dan zingen we staande, maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 5. Laten we bidden en danken. Heere God, dank u wel voor deze liefdevolle, geweldige boodschap vanuit uw woord, waar we op terug mogen vallen. Waar we ons anker in uit mogen gooien. In u, die het woord bent. Het levende woord. Heere God, dank u wel dat we in u de bron van liefde gevonden hebben, waardoor we ook weer liefde kunnen delen. En dat we mogen weten, overal waar we uw liefde rondstrooien, uw liefde uitdelen, uw liefde met uw liefde dingen doen, dat dat zijn waarde houdt. Dat uw liefde eeuwig is. Zo lezen we ook in 1 Korinthe 13. Uw liefde vergaat nooit. Dank u wel. Daarom klemmen wij ons aan u vast. Zoals we aan het begin van de avond al deden. Samen elkaar vasthouden. Elkaar lief hebben. Ook al kijkt de een misschien wat anders. Heere God, leert u ons elkaar lief te hebben en elkaar vast te houden. Er is zoveel verdeeldheid en gebrokenheid in deze wereld en in onze gezinten, overal. Maar wilt u geven dat de liefde de boventoon zal voeren? We bidden u dat we uw liefde mogen ervaren, krachtiger dan ooit in de komende tijd. En in het bijzonder wil ik u bidden voor iedereen die geloofsstrijd voert. Het is nog veel erger als de ergste storm in ons leven, als ons geloof wankelt. O God, grijp ons vast. Mogen we zien dat uw pad niet op een strand ging, maar dwars door de zee, zoals Psalm 77 zegt. En dat u ons draagt. Heere God, ik wil u ook bidden voor mensen die lijden, zoals tante Gerry, die al zo lang lijdt met de ziekte kanker. Tegelijkertijd merk ik regelmatig iets dat ze eigenlijk door u over haar lijden heen getild wordt. Uw liefde is zo allesomvattend. Wilt u nabij zijn? Nabij, tante Gerry. Elke keer als ze zich niet lekker voelt door de chemo's. Wilt u haar hand vatten zoals zij velen van ons de hand gevat heeft? En dank u wel, Heere, dat u haar hand gevat heeft en dat u haar nooit los zal laten. We willen u dat ook bidden voor Koos, Anja en de kinderen. En in het bijzonder voor de schoondochter van Koos en Anja. Wat een heftige tijd. Wat een diep lijden. Wat een megastorm, Heren. Maar u bent ons anker is in u. We houden ons aan u vast. En we weten dat u uitkomst kunt geven. U kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Dank u wel voor deze veelbewogen, mooie, indrukwekkende jij daar avond, zinkering, jubileumavond. En wilt u alles wat nou, van ons mensen, wat niet helemaal doordrenkt was met uw liefde. O Heere God, wilt u het vergeven en weggooien. Maar wilt u dat, wat parels van uw liefde waren,
Door het zingen heen, door het Bijbellezen heen, door het spreken heen, door het getuigen heen. Wat een mooie mensen hebben hier gestaan, Heere God. Wilt u dat zegenen? Dat we opgebouwd naar huis mogen gaan. Gefundeerd in u die liefde bent. Omdat u alles gaf. En dat u ons achtervolgde. Met uw liefde, zelfs als we bij u vandaan renden. Dank u wel, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we weten, en daar houden we ons aan vast, dat u zelfs over de dood heen ons naar u toe zult trekken. Omdat u onze rechterhand wilde vatten. En daarom, Heere God, stellen we u voortdurend voor ogen. En omdat u aan onze rechterhand bent, wankelen wij niet. Liggen we onwankelbaar vast. Dank u wel. Amen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Slottekst voor vanavond is het slot van de Filippenzenbrief. Hoe kan het dan anders? En zo wil ik jullie, voordat we... Nou, we gaan daarna nog vrij zingen onder leiding van onze grote vriend Tom. Voordat we het slotlied Jezus leeft in eeuwigheid gaan zingen. Midden in deze wereld ga je zometeen dit veilige plekje verlaten. En misschien ga je de storm wel in. Je gaat in ieder geval een steeds donker wordende wereld in. In alles wetend, wij hebben een anker voor de ziel. Jezus. Hij leeft in eeuwigheid en ik hou me eraan vast. Straks komt er een moment, dan wordt het werkelijkheid. Dan maakt hij alle dingen nieuw. Zijn shalom, zijn vrede zal volmaakt komen. Dat gaan we zo zingen. Jezus leeft in eeuwigheid. En maar eerst het slot van die prachtige Filippenzenbrief, waarbij ik jullie eigenlijk uitdag om hem morgen gewoon eens helemaal te lezen. Het zijn maar 4 hoofdstukken, gewoon in 1 keer achter elkaar. Je gaat staan in je slaapkamer en hardop lees je die brief voor. Zo goed om te doen. En dan zie je op een geweldige manier die brief afsluiten. Lees met mij mee. Filippenzen 4 vanaf, even kijken, vers 19 tot 23. Maar mijn God, in wie mijn hoop is, zal u overeenkomstig zijn rijkdom, zijn rijke liefde, voorzien van alles wat je nodig hebt. In heerlijkheid door onze Heer Jezus Christus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid, in alle eeuwigheid, amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. Doe ze de groeten. U groeten ook alle broeders die bij mij zijn, zegt Paulus. Alle heiligen groeten u
en vooral die van het huis van de keizer zijn. En dan, geweldig, de genade van onze Heere Jezus Christus. Zij met jullie allen. Amen. Jezus leeft in eeuwigheid.